lezen de geschriften van Lenin en Mao. In het brede perspectief van de wereldhervorming schijnen de Vlaamse problemen alsom meer futiel. Toch blijft elk gesprek tussen Walen en Vlamingen nagenoeg onmogelijk. Mei 68 was voor mij een groot euforisch feest. En niet alleen omwille van die ene revolutie die volgens sommige historici van 68 de enige succesrijke was van die periode, de seksuele. Dat heeft voor een stuk leugte gezorgd. Maar het was een euforisch feest. Het was prettig. Het was een sensatie. En een enorm bewustzijn dat je wat betekende in de maatschappij. Wij constateren dat de enige mogelijkheid na de vele brieven, moties, audienties en de vele kilometers andermaal geld betogen. Constateren wij tegelijkertijd dat deze betogingen lekker van straat gespoten worden en dat wij op alle mogelijke manieren met het bekende rubberen voorwerp betrommeld worden. Meerdere van ons vliegen de doos in en iedere manifestatie wordt onmogelijk gemaakt. En dan moeten wij naar andere middelen overschakelen. Heren van de BOB, noteert u. Amper enkele maanden later brak er in Frankrijk een studentenbeweging los. Men heeft zijn best gedaan om te zeggen dat is een apolitieke studentenbeweging. Dat is de revolutie van een apolitieke generatie. Maar als je die beweging objectief bekeek, dan zag je die was gericht tegen het besparingsbeleid in het onderwijs van een rechtse regering, die van Chirac. Die was gericht tegen de afbraak van de democratisering van het onderwijs. Met andere woorden, al diezelfde objectieven waarvoor wij in mei 68 gestreden hadden. Mei 68, een kwart eeuw geleden, 25 jaar, en ik heb hier, ja, mag ik ze een aantal oud-strijders toe, en ik weet het niet. Ludo Martens, een van de studentleiders van toen, is nu voorzitter van de PvdA en mede-auteur van het zo net verschenen boek Een kwart eeuw mei 68. En Brigitte Rasquin, schrijfster van het Koekoeksjong, dat precies over die periode in Leuven gaat. Bij het voorbereidend gesprek zei ik, als muzikaal intermezzo hadden we met z'n drieën We Shall Overcome kunnen zingen van Joan Baez. Nu, ik probeer te modereren als ex-68er. Ludo Martens, een beetje een vreemde titel, hè? Kwart eeuw 68, alsof de periode nog niet is afgesloten. Ja, dat is inderdaad de betekenis van de titel. Voor ons duurt mei 68 al een kwart eeuw lang. En zijn we nog altijd bezig met mei 68. Gisteren hadden we een 1 mei feest. En dat is in de VUB. We hadden 3000 mensen. En een beetje de sfeer van 68. Maar misschien meer frappant nog. En we werkten in 68, die waren ook gisteren daar. Die waren daar bezig, ja. Camilo Torres was een van de mensen waarom het veel gewerkt is. Een priester die in de guerrilla is gegaan in Colombia. Nu, gisteren was daar een commandant. Die student was in onze tijd. Maar die nu commandant is in de guerrillabeweging van Camilo Torres. Die nog altijd in Colombia werkzaam is. In 67 hebben we waarschijnlijk samen de Meredith-mars gedaan. He, dat was een mars van Oostende naar Leuven. En dat was parallel met de mars van de Zwarten voor gelijke rechten in de Verenigde Staten. Nu, gisteren op het 1 mei-feest was er een van de belangrijkste zwarte dichters uit de Verenigde Staten gekomen. Leroy Jones, Amiri Baraka. En dus daar had je opnieuw direct de band met mei 68 en het voortwerken aan dezelfde idealen in feite. Hoor ik u zeggen, revolutie is niet mislukt? Oh, er was geen revolutie in mei 68 natuurlijk. Dat was een studentenbeweging. Dat duurt een paar weken, een studentenbeweging. Over dit uur gaan we het nog hebben verder, ja, in dit gesprek. Brigitte Rasquin, ja, we hebben de wereld niet kunnen veranderen. Of toch een stukje, ik hoor net Paul Goossens zeggen, de seksuele revolutie is een feit. Dat was heel belangrijk, ja.
achteraf bezien. Ik heb, toen ik het koekoeksjong schreef, zo mijn best gedaan om het allemaal zorgvuldig te formuleren, dat ik altijd denk, ik kan het niet meer beter zeggen. Dus als ik mezelf mag citeren, dan heb ik die periode, althans voor mij en toch voor vele van mijn vrienden zo samengevat, niet de maatschappij, maar onze levens kwamen in een stroomversnelling terecht. Wij werden in ons lijf, ons hart, ons hoofd, wie we altijd zouden blijven. Ik kwam in Leuven in 65 aan als een braaf, kerkelijk, maagdelijk, kostschoon meisje met een brilletje. En toen ik daar wegging, had ik nog wel altijd een bril op. Maar dat het juist, ze zeggen alleen het brilletje is gebleven. Dat is het enige wat gebleven is, ja. Wel, je houdt natuurlijk heel veel van je jeugd over en zo, maar ik ben daar, en ik weet niet, ik alleen, in een draaikolk terechtgekomen. Ik noem het ook altijd spoedoperatie emancipatie. Maar ik vind toch ook dat die spoedoperatie, dat je die ook maatschappelijk voelde. He, wat Goossens zegt, zo van die intensiteit, dat feestelijke, dat was er inderdaad ook het collectivistische, vind ik. Nu heb je meer een veel individualistischer mentaliteit onder jongeren. Cocooning. Nu ja, ja vind ja. ik. Terwijl dat collectieve, zo, dat samen iets doen, vond ik heerlijk. En het is ook geleidelijk aan opgebouwd. En men zegt altijd mei 68. Nee, we zijn in 66 begonnen met Leuven Vlaams te roepen. En dat is dan geëvolueerd. En toen, ja, toen Leuven, toen de regering viel en zo, ja, toen zijn we maar blijven verder morrelen aan de samenleving. Ik denk dat Udo Martens het daar niet helemaal mee eens is, ja? Ja. Mei 68 kun je natuurlijk op verschillende manieren bekijken. Hè. Voor veel mensen die eraan deelgenomen hebben, 1000, 2000 mensen in Leuven allicht. Voor sommigen is inderdaad heeft het zich beperkt tot een groot feest, zoals Goossens zegt. Hè. Een feest dat 2 weken heeft geduurd. Maar terwijl Goossens aan het spreken was over zijn feest, zag je wel de Rijkswacht die erop lostrommelde. En dus het feest is één aspect. Maar een ander aspect is dat er toch een tamelijk grote groep mensen, ik heb het nu over 100 mensen, uit mei 68 een serieus politiek engagement hebben genomen. En ik weet heel goed, in de tijd, in de cafés, werd er veel gediscussieerd of je voor de revolutie waard, zolang je student was, of dat een optie was voor je hele leven. En dus, voor sommige mensen is het feest het belangrijkste, maar voor anderen is eigenlijk mei 68 het begin van een engagement dat ze nog altijd volhouden. En dat gaat over een kleine minderheid. En dat is geen feest. Ja, natuurlijk. Diegenen die de consequenties genomen hebben en die dus het ideaal wat men in woorden beleed in 68, die dat voor hun hele leven hebben willen volhouden, dat zijn een kleine minderheid. Ja. Maar bijvoorbeeld voor mensen die in 68 in de fabriek zijn gaan werken. De eerste van SVB, dat was, als ik me niet bedrieg, Arnold van Reuzen. Die ging in de mijnen werken als mijnwerker. En dus er zijn mensen die dan nog altijd als arbeider, als syndicalist werken. En die dus nog altijd hun ideaal hebben bewaard. En eigenlijk werken in omstandigheden die fantastisch moeilijk zijn. Ja, dus dat is voor mij eigenlijk, voor mij, hè, het belangrijkste van mei 68, de consequenties. Je krimpt dat nu op den duur in tot die 100 mensen. Het was, ik wil het niet alleen een feest noemen, het was ook een zeer kritische beweging. We zijn begonnen tegen de bisschoppen en op de duur was dat tegen alle hiërarchieën. En op de duur waren dat de vrouwen tegen de mannen, want ik vind het feminisme is iets dat duidelijk in het verlengde ligt, dat dan die tweede golf daarvan. Maar dat is net wat ik aan iemand als jou niet goed begrijp, met alle bewondering voor dat blijvende engagement. Je bent dus inderdaad geen oud strijder van 68, zo'n vreselijk woord, maar je bent nog altijd een strijder. Op een heel onbaatzuchtige manier. En dat is dat hele leven, is inderdaad dat comporteren. Dat heel marginaal werken doorgegaan. Zoals je nu daarnet over dat 1 mei-feest vertelt. Inderdaad leg je het accent op buitenlandse gebeurtenissen en ontwikkelingen op de derde wereld. En guerrilla's die daar voort blijven woekeren, zal ik maar zeggen. Omdat, ja, je kan, omdat jullie het heel moeilijk hier hebben kunnen waarmaken. Zeer marginaal zijn gaan staan, klein links. Ja, op den duur waren dat 100 mensen. Nu, wij lazen toch ook een fair van Lenin en we hingen allemaal een poster van Che Guevara op ons kop, hè? Ja, maar wat het meest indruk op ons maakte. Nee, wat het meest indruk op ons maakte en is allemaal blijven hangen, vind ik, en niet alleen bij die 100 mensen, dat zijn Chili, dat is wat mij betreft Vietnam. Ik denk dat veel meer dan 100 mensen
hun opvattingen over oorlog daar gehaald hebben. Wij waren de naoorlogse generatie. Er is in feite heel veel veranderd. Er is een mentaliteit gekomen. Vroeger was alles veel eenvormiger. En... Ja, er is veel veranderd. Wat de maatschappij betreft, waarin we leven, ten kwade. En dus dat is ook een van de punten die mij erg generen. Je hebt mensen gehad die in 68 alle soorten dingen beleden. En nadien zijn die stilletjes aan weggeëpt. Maar in 68 waren er in België, als ik het voor heb, 80.000 werklozen. Nu zijn er 500.000. En als het gebruggepensioneerd als het erbij telt, 1 miljoen. Zeg, maar dan de stap naar vandaag, zeg. Ja. Van 80.000 naar 500.000. Goed. Jij gelooft in je boek in nieuwe studentenrevoltes. Komen die hier? Studentenrevoltes gaan er zijn zolang er studenten op de aardbol rondlopen. Maar studentenrevoltes gaan ook altijd studentenrevoltes blijven. Dat wil zeggen, erg kortstondig. Dus het is niet de studentenrevolte die de wereld of de maatschappij verandert. Maar wel als er uit een studentenrevolte mensen groeien die zich verbinden met de werkende klasse. En dat is zo in Latijns-Amerika. Er zijn zoveel generaties geweest die gevochten hebben als student. Sommige daarvan zijn zich ook gaan engageren. Bij ons is dat hetzelfde. En maar ik ben helemaal niet van mening dat wat bijvoorbeeld de progressieve beweging of de revolutionaire beweging. Over mei 68 zijn er heel veel mythes. Men denkt dat in 68 dat men revolutionair was en zo. Dat is echt, dat is niet waar. Nu, die mythe probeer jij te doorbreken in dat boek. Maar nu, als we kijken naar vandaag, hebben de jongeren geen mei 68 nodig? Ik denk dat jongeren heel kritisch moeten zijn. En over deze maatschappij van... Ja, zij zijn terechtgekomen wel een beetje in een andere sfeer. Alle enquêtes wijzen naar een apolitieke houding bij jongeren. Ik ben het dan helemaal met jou eens, kan ik zo zeggen. Goed. Omdat ik denk dat jongeren nu zeer maatschappelijk bekommerd zijn. De jongeren die ik ken, die zijn bekommerd om het racisme. Die zijn zeer bekommerd om ecologische problemen, iets wat wij geen weet van hebben. Wat natuurlijk wel is dat zij moeilijk het verband leggen met de politiek zoals zij dat kennen. Maar daar heb ik alle begrip voor. Daar nemen ze je kan toch niet verwachten dat die jongeren vandaag op straat gaan roepen over het Sint-Michielsakkoord, zoals wij riepen over Leuven-Vlaams. Dat is zo onduidelijk, ondoorzichtig. Dat raakt die mensen niet. En ik heb daar al een begrip voor. Ja, over politiek in 68 en nu. In 68 was het begin van antiracistische beweging. In het boek hebben we een poster afgedrukt uit die tijd. Eenheid in alle talen. Turks, Arabisch, Grieks, eenheid. Maar ik ben helemaal overtuigd dat vandaag onder de jongeren, bijvoorbeeld onder scholieren en zelfs onder studenten, op dat concrete punt van strijd tegen het racisme men veel verder staat dan wij in 68. En nochtans is de kwestie van het racisme een heel, heel belangrijke politieke zaak. In de betoging onlangs, dat was duidelijk een jongerenbetoging. Zeker volgens Paul Goossens zijn wij de allerlaatste generatie die zich drogeerde met het geschreven woord. En nochtans liggen we hier met twee boeken op tafel. Hè. Is dat zo? Dat is mooi gezegd, maar naar mijn gevoel is het lari. Het is echt iets, je bent even onder de indruk van de uitspraak. Maar ik moet maar eventjes nadenken. De mensen met de meest indrukwekkende boekenkasten die ik ken, misschien zijn er boekentassen geweest, dat zijn, om ze maar bij naam te noemen, dat zijn Mark Reineboe en Mark Schavers. Dat zijn twee journalisten die broekventjes waren in 68. En dat zijn duidelijk mensen die het willen hebben van het geschreven woord. Dus u zegt lari. Mijn zoon van 17 leest meer dan ik. U zegt ook niet alleen lari, maar ook apenkoop. Ja, aangezien we alle twee boeken schrijven, moeten we ons job wel verdedigen. Maar het is zo dat in 68 er ook niet zo heel veel mensen waren die echt lazen. En ik ben er ook niet veel meer dan de dag van vandaag. Wanneer ik bijvoorbeeld zie de belangstellingen die er is onder de studenten nu voor het boek van 68. De dimensies zijn op zijn minst even groot als toen der tijd. Het geschreven woord heeft veel concurrentie gekregen sindsdien. Wij hadden op ons kot daar in Leuven niet veel anders dan boeken. Zeker geen televisie. En nu hebben veel studenten dat wel. Goed, maar wellicht hebben een aantal studenten van u nu naar televisie gekeken en grijpen ze vanavond of vanmiddag naar een boek. Bedankt.